Welcome, this is the Energy Vibration Lesson for all fish, sun, moon and rising sign. Het is de derde week van juli 2017. De week begint van 17 juli tot en met 23. Het is de week van justice, balance, eerlijkheid, rechtvaardig. But it is meer van balance. En het is een week van de zodiac energy van water. Van maandag tot en met vrijdag, zaterdag. En op zondag, het is een verandering. Dat is een verandering. En de verandering is dat de zodiac energy convert to vuur. Okay? Dus dit is zeer, zeer positief. Dus het maakt niet uit wat de situatie is. Het maakt niet uit wat... Wat is hier? Je moet even verstand hiervan hebben. Daar is best wel een positieve situatie in alles. Deze derde week in juli, en niet vergeten, laatste na de energy vibration voor juli, want juli was de week van de ster. En de energy van de week was de ster is zeer positief, want wat gebeurt hier is dat je gaat even zien positieve situatie in je leven. Zeer positieve situatie in je leven. Als we gaan even kijken, maandag heb je de negen van de cups. En de negen van de cups is een zeer positieve energie. De negen van de cups is dat alles wat je gewenst is en wil. En dat is voor je financiën. Het gaat je best wel lukken. Dus als je wenst, als je een wens om even op vakantie te gaan, om even te gaan reizen. Je wil geld, je hebt de geld niet, je wil even sparen en dat soort dingen. Het gaat best wel lukken, oké? Het gaat best wel lukken. Maakt niet uit, het gaat je lukken. Dinsdag hebben wij de toren, oké? Dus als je bent op zoek naar werk en dat soort dingen. En dat was geen situatie op je werk en dat soort dingen. Het energie van de toren komt en daar komt een bast in. Alles kapot. Alles, a Boston is here. En je gaat even zien een positieve situatie in je leven. Okay? Dus whatever the situatie is that had geblokkeerd your financial flow, it is now opgelost. It is now back. Woensdag. Wat hebben wij op woensdag? Is de koningin van de Pentacles. Koningin van de Pentacles is een super slim, stabiel vrouw. Het kan een maag, een stier of een steenbok mens. Okay? En deze vrouw is zeer positief voor jou. Want deze vrouw komt echt in je leven om echt positieve dingen voor jou. Okay? Er kan een conflict. En whatever the conflict is, het wordt opgelost. Dus als er was een conflict, dan het wordt zo opgelost. Okay? Vanwege dat... deze vrouw zorgen dat ze brengt balans in je leven. En dit is zeer positief. Als het gaat even verder op donderdag hebben wij een vuur energie. En het is de passie. En die passie is, je gaat jezelf beschermd van alle nadigheid. Okay? Dus, whatever the ruzie was met de ster, de maak of de... De steenbok persoon. Je zit jezelf om te beschermen. Je zit jezelf te beschermen. En je draait je om. Omdat je wil weglopen van de ruzie. Whatever the situatie is. Maar maakt niet uit. Het is niet voor lang. Het is gewoon voor een tijdje. Misschien ze wordt helemaal boos over een situatie. Maar nou komt hier wat balance in. Okay? Dus dit is zeer positief. Als we gaan even verder. We gaan even vrijdag. We gaan even bekijken wat gebeurt op vrijdag. Hebben wij de twee van staven. De twee van staven, zwaren, is duidelijkheid. En dit dek is echt duidelijkheid. Het is niet dat het moet in een omgekeerde positie. Dit is best wel, je begint duidelijkheid naar een situatie te zien. En je zit de situatie even te bekijken en dat soort ding. En het is best wel goed, oké? Dus je krijgt duidelijkheid naar een situatie. Het is echt duidelijkheid naar een situatie. Met de duidelijkheid wat je gaat zien van een situatie, je gaat even zien dat de doors
door deuren gaat voor je open. En een goed positieve deuren gaat voor je open. En this is good. Het gaat even verder. We hebben nog een nummer 9. En nummer 9 is jullie nummer 9, 99, 3 keer 9, oké? En we hebben de ermit. En de ermit is wanneer je moet innerlijke wijsheid kan zoeken. Whatever the situatie is. Whatever the situatie, de conflict is. Ga even op zoek naar innerlijke wijsheid en je zal het wel winnen. Oké? Dus whatever de dadelijke, whatever de situatie was. Ga even op zoeken naar innerlijke dadelijkheid. En dan ga je deze ruzie overwinnen. Oké? Als ik ga even verder, we hebben de 5 van staven in het omgekeer. Dus het is de eind van deze ruzie. Dus whatever de ruzie was, je krijgt best wel als het gaat over geld. En het gaat over geld voor sommige mensen. Gaat het over geld? Voor de meeste gaat het over geld. Met deze vrouw, de aardevrouw. En dat is een maag. Steer en het gaat over geld en je gaat even zien dat hier is daar een verandering in deze situatie. Dus dit is zeer positief. Dus voor jullie geld is geen probleem. Jullie probeer je financiële situatie. Deze week is all over geld. Je probeert whatever situatie even in balance om te brengen. Dit is zeer, zeer positief. Dus als je even connect, want er is geen, niet echt liefde, omdat je heeft de energy vibration van de nacht van cups. De nacht van cups is echt een Casanova, oké? Het is iemand die komt, maar het kan ook zijn iemand 18 tot en met 35. En deze persoon komt met echt de mouth vol met allerlei smoesjes en dat soort of dingen. Let my ear up, oké? Of word niet zo, oké? De andere energie dat we hebben is dat maak zorgen dat de natuur is schoon voor de dieren. Maar, weet je, word, ja. Yeah. Dat moet je echt gaan doen. En hoe doen wij dat? Is minder CO2 om uit te geven. Oké, en ook als we gaan even in de bush gaan lopen, dan geven wij ook uit CO2 en dit helpt ook met de bomen en dat soort dingen. Dus ga even meer buiten, oké? Ga even meer buiten. En de laatste, connect met je tribe. En dat is connect met de mensen dat je voel je thuis met. Connect met de mensen dat je voel je echt thuis met. Oké? Dus dit is zeer positief. En daar moet je even echt gaan connect met. Connect even met wie je thuis voelde met. En dit is zeer positief. Oké? Dus dit is echt positief. Maakt niet uit wat de situatie is in deze week. Het komt allemaal goed. En ik ga zeggen dag tot volgende keer.